Nou, daar zit ik af en toe ook op de computer. Niet veel, want ik hou niet zo van computers. In ieder geval niet van dit soort computers. Waarom niet? Ja, ik speel liever mijn spelletjes op de PlayStation. Lekker tegen vrienden en dan schelden tegen elkaar. Vanavond is het zover. De echte test voor John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax 1. Wint Ajax vanavond van Union Berlin, gaan de Amsterdammers door in Europa. Verliezen ze, dan ligt Ajax eruit. Tot nu toe gaat het goed met Ajax onder leiding van John Heitinga. Een echte Ajax-iet. Want dat blijkt als we de archieven induiken van AT5. Van zijn allereerste rijles tot zijn afscheid in de Johan Cruijff Arena, AT5 was erbij en volgde Johnny op de voet. In 2000 sprak AT5 voor het eerst met Heitinga. Toen nog beter bekend als Johnny. Hij was 16 jaar, had blonde haren en droomde van een debuut bij Ajax 1. Ajax bestaat 100 jaar en dit is natuurlijk een evenement van Ajax. En natuurlijk probeer eerst te worden als Ajax-team op eigen toernooi. Ja, je speelt tegen hele bekende tegenstanders. Ja, zeker. Speel tegen Arsenal. En zaterdag spelen we tegen Juventus en PSV. Dus toch proberen een goed resultaat neer te zetten. Iets later was het zover. De 17-jarige Johnny mocht beginnen in de basis tegen Feyenoord. Zaterdag speelde de 17-jarige verdediger voor het eerst in de basis. Heitinga was ook al aanvoerder van Jong Oranje tijdens het junioren WK afgelopen zomer in Argentinië. Tegen FC Twente maakte Heitinga al een volwassen indruk. Bij Johnny Heitinga hingen de Ajax-posters vroeger op zijn kamer. Terwijl zijn familie uit Alphen aan den Rijn voor Feyenoord was, bleef hij fan van de Amsterdammers. Ooit belde zijn moeder met Ajax of Johnny voor zijn verjaardag een keer mocht meetrainen. Dat mocht en hij ging er nooit meer weg. Tegen Feyenoord heb ik dan mijn debuut gemaakt. En dat is gewoon het mooiste wat er is. Het is gewoon een jongensdroom dat uitkomt. Ja, zeker nou wachten op het eerste doelpunt. Want vorig jaar in de A1 schoot ik ze aardig in. En ik hoop dat ik het dit jaar weer kan waarmaken. Moet het vooral een schot zijn of een kopbal? Ja, maakt niet uit als hij er maar heen gaat. Maakt niet uit, al is het een scrimmage als hij er maar heen gaat. En na zijn debuut bij Ajax 1 is het tijd voor een ander debuut. Johnny is namelijk 18 jaar geworden en dus is het tijd voor zijn allereerste rijles. En hoe kan het ook anders? AT5 zat op de achterbank. Hi John, gefeliciteerd met je verjaardag. Ga je mee? Ja. We gaan linksaf. Ja, hou hem in de gaten. Goed daar. En dan ook die schouder erbij pakken. Hè? Want ook daar kan je die door je rechts uitkomen. John, let op je eigen weggedeelte. Ja. Ben jij meer verdedigende of een aanvallende rijder? Ik denk een aanvallende rijder. Behoorlijk aanvallende rijder, ja. Ja, waar blijkt het uit? Uit de manier waarop hij opschakelt. De manier hoe hij heel snel weer aan zijn snelheid wil komen. Hij remt wel op tijd af, maar hij wil heel graag weer door. Het ziet er rooskleurig uit voor de talentvolle Johnny Heitinga. Maar in zijn tweede seizoen voor Ajax slaat het noodlot toe. Johnny scheurt zijn voorste kruisband. Zijn revalidatie zal zeker een half jaar in beslag nemen. De bal ging uit en ik wist eigenlijk dat ik mis had. Ik voelde iets scheuren in mijn knie. En mijn onderbeen was van de bovenbeen af. En op het moment dat ik op de grond terecht kwam, schoot eigenlijk in elkaar. En op dat moment wist ik eigenlijk dat het mis zat. Vanavond zo'n wedstrijd, Rosenborg-Ajax, ga je die überhaupt kijken? Of denk je van nee, ik moet er nu even niet aan denken, ik had daar zelf kunnen staan? En ik ga het zeker kijken, zeker voor mezelf vind ik het toch wel leuk. En voor de jongens, ik wil de jongens zien voetballen. En Champions League is heel erg belangrijk voor Ajax. En zeker omdat we het al de laatste jaren niet meer gespeeld hebben. Ja, misschien kunnen de jongens me een beetje opvrolijken als ze winnen. Johnny gaat volle bak revalideren en zijn echte doorbraak komt een jaar later in 2003. En als klap op de vuurpijl verlaat hij ook het vertrouwde nest en gaat hij op zichzelf wonen. En vol trots laat hij zijn nieuwe woning zien aan AT5. En Heitinga besloot zijn ouderlijk huis te verruilen voor een vrij appartement in Hoofddorp. Zullen we hier maar beginnen? Hier zit ik dagelijks, elke avond. Als ik 's ochtends opsta, ga ik lekker televisie kijken. Dus dit is wel mijn favoriete plekje. Nou, daar zit ik af en toe ook op de computer. Niet veel, want ik hou niet zo van computers. In ieder geval niet van dit soort computers. Waarom niet? Ja, ik speel liever mijn spelletjes op de PlayStation. Lekker tegen vrienden en dan schelden tegen elkaar. Hoe bevalt het? Op het begin was het wel wennen, maar het is nu wel heel erg leuk, moet ik zeggen.
Je moet voor jezelf koken. En ik kon absoluut niet koken. En ik kan nu een beetje pasta maken, een beetje rijst. Dus het gaat wel de goede kant op. Ja, en hier dat is mijn favoriete bezigheid geworden. Het is de keuken. En als ik geen zin heb om te koken, dan rij ik of naar mijn moeder of naar oma toe. En dat is toch wel 4 dagen in de week, moet ik zeggen. Ja, het is wel veel te doen. Toch wel, maar ik probeer het wel. Dat is gewoon het voornaamste. Heitinga ontwikkelt zich de jaren daarna als publiekslieveling en vaste waarde bij Ajax. En in 2004 wint hij met Ajax de landstitel. Johnny, hoe hou je een kampioenschaal vast? 10 over 2. 10 over 2 moet je vasthouden. Uiteindelijk in 2008 vertrekt Heitinga naar Atletico Madrid. Dankjewel. Nadat John bij clubs in Spanje, Engeland en Duitsland speelde, keerde hij terug in 2015 naar zijn oude jeugdliefde, Ajax. Welk liedje heb jij het meest gehoord sinds je terug bent gekomen? Ja, dat is toch wel Oh Johnny. Zing een liedje voor mij. Ja, dat blijft een kippenvel moment. En dat nummer van Tante Leen was ook weer te horen tijdens zijn eerste wedstrijd als trainer van Ajax 1. Als je kijkt, ik ben volgens mij op 7, 8 jaar kwam ik bij Ajax. Ik heb de hele jeugdopleiding doorlopen. Ik ben ballenjongen geweest. Ik heb in Ajax 1 gespeeld, aanvoerdersband gedragen. Je bent jeugdtrainer geweest, trainer van jonge Ajax geweest. Ja, dus wat dat betreft heb je bijna alles al meegemaakt in al die jaren. De loopbaan van Heitinga begint met de dag meer te lijken op een verhaal uit de jongensboek. En als Ajax vanavond ook nog doorgaat in de Europa League, zal John tevreden terugkijken op zijn begin als trainer bij Ajax 1.